kunnen vertonen. Dat heeft nummertje die op 1 staat beter. Als ik naar het gangwerk ga, dan prefereer ik het gangwerk van nummer 1, wat dus heel regelmatig, zeer lichtvoetig en eigenlijk moeiteloos is. En het zijn natuurlijk werkhonden. Die zijn toch gebaat met een gangwerk moeiteloos. Die moeten moeiteloos, ze zouden eindeloos moeten kunnen bewegen en doorlopen. En dat zie ik nummer 1 meer doen. En de tweede heeft wat meer moeite om eruit te komen, laat ik het zo zeggen. Dus vandaar nummer 1 en 2. Neem niet weg dat er bij fraaie honden zijn. En ze hebben ook een fijn, rustig, evenwichtig gedrag. En je mag niet zeggen karakter, want dat kan je natuurlijk niet beoordelen, maar gewoon gedrag. En dat kun je dus gewoon zien van heerlijk onder. Ze zijn zelfbewust, rustig, ze kijken om zich heen. Fijne honden, denk ik, om thuis te hebben en een fijne hond om mee te exposeren. Dank jullie wel.